Welkom bij de hoogtepunten. Ja, alvast heel veel plezier met kijken. Wij moeten er snel vandoor, want wij moeten richting de Q-Music Top 40 Awards in Rotterdam. Er is hier nog allemaal gesteggel over kleding en zo, et cetera. Mocht je trouwens willen meekijken, dan kan dat via qmusic.nl of de app. En mocht je dit nou na vrijdagavond bekijken, dan staan er wat hoogtepunten in de app en op de site. Nou, veel plezier. Dag! Mattie en Marieke. Deze week gaan we elke dag aftellen richting de Top 40 Awards. Nog 5 nachtjes slapen. Hey, begrijp ik het nou goed dat al onze partners meegaan? Ik denk het wel, ja. Mijn partner gaat mee. Maar het één grote dubbeldate. Ja, wij nou ook. Hoe zien we het precies voor ons dan? Eerst lapje eten met z'n allen natuurlijk. Nee, ja, nou, ik wil eigenlijk... Misschien wel een leuk idee. Nee, ja, leuk, ja. Jij kent Rotterdam? Nou, dan ga ik eens kijken of ik wat kan reserveren. Ga jij dat regelen? Oh, dat vind ik helemaal leuk. Ja, wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Ja. Nou ja, je hoeft ook niet nu te bellen, maar ik zou vandaag wel iets geregeld hebben dan. Ja. Jij hoeft ook niet te koken, hè? Je hoeft alleen te reserveren. Eén belletje, kan ook online vaak. Oké, okay. Ik kom hier even op terug, ja. Vrijdag zitten wij bij de snackbar, dat weet ik. Oh, fuck. Ja, echt serieus. Wat is het voor show? Ik weet het niet. Björn die appt. Hoe kun je nou ergens niet bij kunnen om te krabben? Kun je overal bij? Op je rug. Nou ja. Ja, even voor jezelf proberen. Ik echt niet hoor. Ik denk het wel. Het is gewoon de armen van een oerang, jij. Gisteravond heb ik dubbel gedineerd. Het was zondagavond. Ik had niks in huis. Ik denk, ik haal bij de supermarkt even kant-en-klare lekkere kipsaté. Ik ga 7:50, ga ik nog heel even langs de Instagrams. En ik zie bij iemand een story van een pannenkoek met stroop. Dus ik trek mijn schoenen aan, ik doe mijn jas aan, ik sprint naar de supermarkt. Ik koop nog even 12 kant-en-klare pannenkoeken. 12? Ja. Ik heb er 6 van op. Nee! Ja, met stroop en bastardsuiker. Ik had mezelf niet in de hand. Hij heeft toch ook een kinderbrein af. Je ziet een pannenkoekje, je denkt, oh, pannenkoeken. Nou, ik woon boven een supermarkt, die ga ik halen. Ik heb het nog geprobeerd weg te stoppen. Ik dacht, ja, ik kan dit aanvullen met een rijstwafel, maar ik heb nu de pannenkoek al gezien. Oké, okay, en nu heb je buikpijn. Ja, de fabriek heeft het zwaar hier. Ik zou even het linker toilet vandaag niet pakken bij de Dat zou ik niet doen. Ik ben natuurlijk een week op een hond aan het passen. Dus. Ik vind die hond dus perfect bij jou passen. Die hond lijkt ook op jou. Oh ja? Ja, ik vind dat helemaal een hond voor jou. Ah. Zo'n beagletje. Nee, maar zeg maar, als jij zou veranderen in een hond, dan is het zo. Ja, dat klopt. Zo'n leuk, funny, schattig klein hondje. Ja. Beetje druk. Beetje druk. Ja, je kan er niet echt een hekel aan hebben. Nee, ja. Nee. Maar blij als hij af en toe slaapt. Ja. Hoe zouden wij eruit zien als hond? Leuk. Jij bent een labradoedel. Welke hond zou je zijn? Ja, je kapsel. Ja. Dus ik opper hier 24 uur geleden. Voorzichtig. Kunnen we uit eten met z'n allen? Ja, ik ben het gisteren werkelijk op ieder kanaal van Q-Music ben ik tegengekomen. Het heeft het gewicht gekregen van het laatste avondmaal van Jezus. We kunnen niet meer niet uit eten. Dat is nee, de top 40 awards worden een soort afterparty van ons etentje. Ja. We hebben een beetje Troubles in Paradise. Ik heb namelijk nog niet gereserveerd. Zeg ik ook meteen nee. Verrassend. Maar ik kreeg gisteren het callsheet door van die top 40 awards. Ik moet al om 5:30 aanwezig zijn. Zo. Dus ik wil met alle liefde reserveren voor jullie. Maar ik moet echt jullie na de amuse moet ik jullie alleen laten. Op zich een geldig excuus. Omdat het zoveel gedeeld is op social media, ik durf niet meer terug. Dus er moet iets of iemand moet eruit eten. Ja, dan zit ik straks voor deze 2 aan tafel. Ik ga niet om 4:00 middags met jullie. Wat gek, zit de IT hier dan of zo? Zullen we het afblazen? Zou er dan de zucht van verlichting door iedereen heen gaan? Ja, en hier. Laten we dat ook op alle social media kanalen zetten. Dat we het afblazen. Het gaat niet meer okay, door. Dan starten we nu de opname voor al onze social media kanalen. Ja. Team Mattie en Marieke gaat niet uit eten. Ik moest gisteren zo huilen om mezelf. Huilen? Nou ja. Wat lachen? Ik was... Als vrouw kun je ineens zo hebben dat je echt stress hebt over kleding. Dat ik denk, Jezus, die top 40 geworden. Ik heb niks, ik moet iets aan. Dus ik liep een beetje te struinen door de H&M. Ja, zonder doel, dat is vreselijk. En ik open mijn stories en dan zie ik Marieke, die helemaal aangekleed voor me. Oh, ja. Dus dan ga ik hier nog even bij de koopjeshoek te kijken, weet je wel. Maar ben je eruit gekomen, Arnie? Heb je wat moois aan? Ja, ik ga nu in een soort blauw pak. Jij moet ook even mooi. Iedereen moet even mooi. Dat maak ik zelf wel uit. Maar bij Marieke valt iedereen niet hoor. Ja, daarom. En ga niet met haar op de foto. Je hebt een pak op maat. Wat? Ja, een pak op maat ik ook. Met een bloesje van Louis. Ja. Precies, ja. Wat, daar kun je niet van winnen. Wij gaan samen op de foto. Ja. Dan vallen we niet zo niet. We zitten niet eens op de VIP, Arnie. We zitten gewoon in de wij zaal. Wij staan dus ook in die zaal. Ik heb gewoon een hoodie aan. Geen gratis munt van er vanaf. Nee, helemaal niks. Parkeren. Ook niet. Nee, we mogen wel heel even op de rode lopen, want dan worden we heel hard afgetrapt. Ik ga dat niet meer doen. Oefenis. Mag ik wat vragen? Absoluut.
Waarom heb jij een joggingspak aan? Ja, dat vraag ik me ook al de hele tijd af. Het lijkt erop dat je zeg maar ieder moment een rapsessie kan beginnen bij 101 Bars. Ja. Maar zo zie je eruit. Met Rotjoch? Ja, met Rotjoch. Ja, ik dacht, ik ga dit gewoon lekker eens aandoen. Ik ga het mezelf eens even lekker comfortabel maken hier. Ik denk, ik schiet gewoon vanmorgen lekker in een dekbed. Het kan mij niet meer schelen. In een ver verleden had jij het idee van dat jij iedere show wilde presenteren in een chic pak. Met een stropdas en helemaal, dat was een ander idee. En dan zie ik dit, denk ik, dit is de andere kant van het spectrum. Nee. Ik denk, 's morgens gewoon... Wat moet ik nou vandaag nou vragen? Ja, nu heb je het gewoon opgegeven. Ja, ik heb het soort... gewoon in je pyjama. Ja, wat is dit? Zo, lekker. Toch word ik echt hier heel, heel blij van, zo wordt geserveerd. Dankjewel, jongen. Het is wel een irritant oortje. Ach, er is ook kritiek. Nou, ja, zeg, gegeven party. Nee, ja, maar moet je kijken. Ja, maar... Het draait helemaal zo. Ja, ja, sorry. Wat ik kan doen, als je dat prettig vindt, is dat ik dat je hem vasthoudt. Ik zo. En ook lach ik eruit. Nee, ik moet lachen. Tering. Is dat prettig? Ziet er heel weird uit. Okay, dat vind ik wel prettig. Doen we dat volgende keer, oké? Ik heb een schone onderbroek nodig. Kan je dat ook? Maar even hier, jochen. Even, ik zal even op de commode leggen. De eerste reacties zijn binnen op het feit dat wij morgen niet uit eten gaan. En er gebeurt eigenlijk precies waar ik bang voor was. Even de reacties. Jeetje zeg, het is maar gewoon wat eten samen hoor. Jullie hoeven niet een volle week in één huis samen. Wat zijn jullie een partypoepers? We zitten hier niet in een soort fairy tale. Zeg mijn vriendin gisteren tegen mij. Nou, Jamie wil wel met mij uit eten hoor. We gaan lekker eten in Rotterdam. Ga je mee? Ja, ga je mee? Dat zou dus nog kunnen gebeuren. Ik houd jullie op de hoogte goed. Oké, dus er is nog een kans dat er toch een etentje gaat plaatsvinden. Maar dat is dus eigenlijk tussen twee partners van het team. Tussen twee partners. Misschien mag ik ook mee. Je weet het niet. Mocht jij zin hebben om aan te haken, Tom. Mocht je tijd hebben. Kijk, jij zit al in de fysici. Ik kan niet. Ik vind het heel leuk, maar ik was zo blij dat het was afgelast. Ja, laat maar. Dankjewel voor het kijken. Tot zover de hoogtepunten. Hoogtepunten. Wil je abonneren, doe dat dan hier. Hier. En meer video's vind je hier. Daar. Klaar nu. Oké. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie en